De spanningen binnen de NAVO die lopen enorm op, omdat recent uh, heeft Duitsland aangegeven dat wat hun betreft uh, het uh, nu wel mooier is geweest met de escalatie. En dat voor een land wat uh, tot nu toe uh, zonder al te veel bezwaren bijvoorbeeld heeft toegestaan dat zijn, zijn pijpleiding, uh, zijn gasvoorziening is opgeblazen door de Amerikanen. De gevolgen van, van de oorlog in Oekraïne worden natuurlijk steeds moeilijker te voorspellen. We moeten naar een post-militaire society. Niemand moet meer bereid zijn om oorlogsgeweld te veroorzaken, maar ook niet te ondergaan. Dus, dus ja, daar moet nog een hele nieuwe politiek voor worden ontwikkeld. Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe video van Holland Gold. Vandaag een belangrijke video, want we gaan weer praten over geopolitiek. Geopolitiek heeft natuurlijk een enorme invloed op de ontwikkeling van ons financiële systeem... en daarom is het een onderwerp dat regelmatig de revue passeert hier. Ik ga vandaag praten met een emeritus hoogleraar... iemand die ook verschillende boeken geschreven heeft... waaronder deze laatste, De tragedie van Oekraïne... Europa als opmarsgebied voor de oorlog tegen Rusland. Kees van der Pel. Kees. Hallo Paul. Ja, leuk om dit bij jou thuis op te nemen. Ja. Het is altijd een eer om bij iemand thuis te zitten... en openlijk te praten over um, wat er allemaal speelt... en wat die persoon drijft. Ja. Volgende week is er een, een NAVO-top in Vilnius, in Litouwen. Um, wat verwacht jij daarvan? Nou... Kijk, de, de spanningen binnen de NAVO die lopen enorm op, omdat uh, recent uh, heeft Duitsland aangegeven dat wat hun betreft uh, het uh, nu wel mooier is geweest met de escalatie. En dat voor een land wat uh, tot nu toe uh, zonder al te veel bezwaren bijvoorbeeld heeft toegestaan dat zijn, zijn pijpleiding, uh, zijn gasvoorziening is opgeblazen door de Amerikanen. Uh, dat, is, dat is een heel belangrijk uh, breukvlak. Er, is een, uh, er zijn barsten in Europa zelf. Bijvoorbeeld uh, toen uh, premier uh, Meloni van Italië aan de macht, uh, aan het bewind kwam. Toen opende zij het, uh, haar, haar uh, regeerperiode met een ongekende aanval op Macron uh, van Frankrijk. Uh, Macron en, uh, wil, he, heeft aangegeven gevoelig te zijn voor de opkomst van de BRICS. Dus uh, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En heeft bij meerdere gelegenheden ook uitgesproken dat uh, die landen volgens hem veel meer uh, ja, een, een filosofie over. Het, zich opstellen in de wereld hebben dan, dan het Westen. Nou, dat is uh, aan het thema in het Westen natuurlijk. En dan heb je nog uh, de traditionele spanningen tussen de, de uh, landen als uh, Polen en de Baltische Staten. Uh, tegenover de, deze landen, dus tegenover de grote landen als Frankrijk en, uh, en Duitsland. Um, ja, en de gevolgen van, van de oorlog in Oekraïne worden natuurlijk steeds moeilijker te voorspellen. Als je nou kijkt naar die, naar die NAVO-toppen, dan is er eigenlijk één hele belangrijke eerdere NAVO-top geweest, als ik even mag noemen. En dat was in uh, september 2014 in, uh, in Wales. Uh, toen heeft. Uh, uh, de, het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne heeft ertoe bijgedragen. Ik zeg dus niet dat dat een oorzaak en een gevolg is, maar het heeft ertoe bijgedragen. dat er op de NAVO-top een grote eensgezindheid was. Namelijk, Poetin was het, was het vijandbeeld. En als, dat niet, als die niet uh, op die manier in beeld was gekomen, als uh, aan beweerde dader van het neerhalen van dat vliegtuig, dan zouden het thema Afghanistan uh, tot grote verdeeldheid hebben geleid op die top in Wales. Nou, nu is er weer een top, uh, maar uh, dit keer zal Poetin niet als redder kunnen optreden... om de simpele reden dat hij is al de verpersoonlijking van het kwaad... in de ogen van het grote publiek, in ieder geval van de media die dat uh, publiek voorlichten. Dus de vraag lijst of niet dit keer alsnog... Uh, zoveel jaar later, uh, alsnog dezelfde breuklijnen, maar weer met nieuwe informatie en nieuwe conflictstof, uh, tot uitbarstingen komen. Ja, Ik denk maar... zelf eigenlijk dat, dat het feit dat Oekraïne ja, bijna gedwongen wordt om het zogenaamde offensief tegen Rusland vol te houden, dat dat uh, ook te maken heeft met die, met die top. Namelijk, zij moeten. Uh, in beeld blijven als vechtend tegen Rusland. En ze mogen zich niet, over, ze mogen zich niet verder terugtrekken of naar een gunstiger uh, uh, positie gaan en, en ja, in het defensief gaan. Uh, voordat die top plaatsvindt. Omdat als dat zo zou zijn, dan is, er, is iedere rem op onderlinge oneenigheid is weg. Want ik noemde nog niet eens Hongarije bijvoorbeeld. Uh, Hongarije is duidelijk. Uh, Dissident in uh, NAVO kringen. Ja, want het offensief, dat is nu een, een maand aan de gang en dat uh, loopt niet zo vlot. Om het uh, zacht uit te drukken. Van, ja. van 20.000 uh, Oekraïnse militairen zijn al gesneuveld. Ook aan Russische zijde zijn natuurlijk veel ja, ja. slachtoffers. Uh, de generaal van het Oekraïnse leger, Salushny... die uh, klaagde ook dat eigenlijk zonder luchtdekking... het ook gedoemd was om te mislukken. Die luchtdekking, de straaljagers... Uh, gaan die wel komen, denk je, naar deze top? Ook vanuit Amerika, of? Nee, Nee, nee. Volgens, mij, uh, volgens mij is het zo dat... Uh, uh, voor het trainen van uh, een tankbemanning heb je al een half jaar of tot een jaar nodig voor het trainen van een vliegtuigbemanning uh, in een type vliegtuig waar ze nog nooit mee gevlogen hebben, hè? want uh, de hele ontwikkeling van de jachtvliegtuigen in de uh, voormalige Sovjet-Unie en in het Westen heeft een hele andere geschiedenis doorlopen. Dus waar, waar jij grijpt naar een knopje rechts blijkt dat in dit uh, type vliegtuig links te zitten, ik noem maar wat. Uh, de, en die training is er niet maar bovendien zijn die vliegtuigen natuurlijk zo duur zoals een afgeschreven vliegtuig zoals de F-16 dat uh, zeker nu de, uh, de resultaten van de tankhulp uh, zichtbaar worden namelijk de tanks zijn gewoon kwijt uh, zal het animo om geld in de bodemloze put te stoppen uh, zal afnemen. Dus, dus die, ik dacht dat ik had gelezen dat uh, eind dit jaar uh, de eerste F-16's zouden uh, uh, arriveren. Maar Rusland heeft al aangegeven dat als het zo is dat uh, F-16's die aan de Oekraïnse kant meevechten, zouden uh, opstijgen in Polen of in Roemenië. Dat die vliegvelden in Roemenië en Polen dan uh, legitieme doelen zouden zijn. Omdat uh, ja, daar de actie tegen de Russische troepen begint. Uh, ja, wat dat betreft. Ja, en dan hebben we ook natuurlijk Amerika als belangrijke speler uh, uh, bij de NAVO, de belangrijkste speler. Daar begint ook een bepaalde vermoeidheid te ontstaan uh, over de oorlog. Ja. Uh, je ziet natuurlijk dat in Amerika uh, er alles aan gelegen is uh, bij de president om een tweede Afghanistan te voorkomen. Dus moet, daar moet daar iets uh, gebeuren als in uh, Rusland mag niet winnen, maar Oekraïne moet ook niet verliezen. Nee. Maar het mag ook niet verder escaleren, dus... Volgend jaar, eind van het jaar, zijn er weer verkiezingen ja, in, 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 in de VS. Um, de neocons <kwijnt> willen wel doorgaan, maar er zijn steeds meer stemmen in Amerika die toch ook oproepen voor een bepaald soort. In ieder geval bevriezen tot, tot eind volgend jaar, tot de verkiezingen. Maar hoe, ja, daar hebben ze uiteindelijk ook geen controle over, natuurlijk. Want nee, precies. Nou ja, nee, ze hebben. Ze, kijk, je moet niet vergeten dat er in Amerika zelf natuurlijk altijd een enorme strijd is tussen de verschillende. Uh, politieke stromingen, je noemde al de neoconservatieven, dat zijn de hardliners die, uh, die hun, hun zin hebben gezet op regimewisseling in uh, Moskou. Maar je hebt ook de traditionele uh, rivaliteit tussen verschillende onderdelen van het militaire apparaat. Hè. De, de, de beroemde uitspraak is dat de wapenwetloop van de Koude Oorlog was niet zozeer tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, maar tussen de, de Amerikaanse landmacht, de Amerikaanse luchtmacht, Amerikaanse marine en de mariniers. Um, nou, daar heb je dan tegenwoordig nog uh, de 17 verschillende geheime diensten bij waar Amerika over beschikt. Dat zijn ook uh, rivalen in heel veel opzichten. Dus het, we praten over een heel instabiel uh, staatsapparaat, waarbij het bijzonder moeilijk is om één uh, lijn uh, door te zetten, uh, die dan voor alle onderdelen geldig is. Ja, en die verkiezingen die hangen als een zwaard van Damocles boven de hele operatie. Omdat, kijk, Biden wil wel doorgaan, dan moet ik erbij zeggen. Hè, we weten allemaal dat die man dus eigenlijk om medische redenen al lang uh, van het toneel had moeten worden gehaald. Zijn vicepresident is uh, uh, helder van geest, maar verder totaal incompetent. Dus daar, is, uh... Ja, daar heb je ook niet zoveel aan. Uh, nou, als dat een nieuwe ticket wordt... Uh, en je vergelijkt het dan met degene die zich op de, nu hebben aangediend als kandidaat. Dus Robert Kennedy, snel stijgende ster. Ja, je zou bijna als leek zeggen van... hoe, hoe waag je het om uh, in zo'n race te gaan... als, als je, uh, je eigen vader en je oom uh, van de straat zijn geschoten. Maar goed, hij zou de democratische kandidaat kunnen worden. En dan die Ron DeSantis van... Uh, uh, Florida. En natuurlijk Trump. Ja, Trump als wildcard, maar ik denk niet dat ze Trump ooit nog. Kijk, Trump was de enige president na de oorlog in uh, de VS, of de, eigenlijk in de hele Amerikaanse geschiedenis, die niet van tevoren het stempel van goedkeuring van de heersende klasse had gekregen. Uh, maar gewoon op zijn eigen geld en met zijn pet achterstevoren... tevoren uh, het Middenwesten heeft uh, toegesproken. En daar. Uh, met een iets minder uh, uitslag dan Hillary Clinton, maar toch gewonnen, uh, president mee is geworden. Dus, en dat uh, de, de 2020-verkiezing, uh, waarbij Biden dan uh, gewonnen heeft, dat was volgens mij echt uh, vervalst. Um, en uh, ja, men zal bij een volgende gelegenheid. en er is nu weer een rechtszaak vanwege die uh, geheime stukken ja. die die mee zou hebben genomen. Stukken waarin staat overigens dat hij uh, Iran wilde aanvallen. Dus uh, wat dat betreft uh, wordt altijd gezegd: Trump was de vredelievende kan vredelieve kandidaat, heeft geen oorlog begonnen. Nee, maar ook geheel in de geest van de Neocons heeft hij natuurlijk ook een stuk in Syrië bezet, uh, gehouden vanwege de olie. En daar was hij ook trots op. Ook. Dus, ja, ja. dus in die zin. Uh, nee. zet hij die lijn gewoon voort? Nee, precies. precies. Uh, ja, als, ik heb net een boek uit waar uh, onder andere de geschiedenis van die uh, Roy Cohn wordt uh, beschreven. De, de advocaat van uh, McCarthy, de communistenjager in de jaren 50. En Roy Cohn heeft als een van zijn laatste uh, uh, wapenfeiten het uh, ideologisch opvoeden van uh, uh, Donald Trump uh, voor zijn rekening genomen. Dus uh, nee, Trump is, uh, past als. Uh, nou, hoe heet hij? Uh, uh, John Pilger, de, de vriend van Assange en, en uh, uh, Australische journalist. Die heeft gezegd, uh, de meeste Amerikaanse presidenten zijn belichaming van het Amerikaanse systeem. Alleen Trump was de karikatuur van het Amerikaanse systeem. Ja. Volgens mij is dat wel een raken typeren. Dan treffen we een vergelijking aan. Ja. Eh, dus, dus we hebben een, een waarschijnlijk een hoop uh, ja, oneenigheid dan bij die top uh, volgende week. Ja. Uh, je, je gaf net terloops aan dat er in, in Duitsland. Uh, uh, is er ook wat vermoeidheid ontstaan, aan het ontstaan? Um, er is dan natuurlijk ook een aanslag geweest op de Noordstream. Jij gaf net zelf aan terloops dat de Amerikanen erachter zitten. Ja. In het boek verwijs je ook naar uh, de, de theorieën of de openbaring van Seymour natuurlijk de Nestor van de Amerikaanse onderzoeksjournalistiek. Ja. Hij had wel een aantal dingen gezegd in zijn verhaal, die, zoals het, dat er een boot werd gebruikt. Later bleek dat die boot gewoon op, de, op, op, op een werf stond en dan een paar jaar niet was gebruikt. Daarna zijn er nieuwe verhalen gekomen, natuurlijk, dat het dat de Oekraïners zelf waren. Ja. Um, die zouden, zouden wellicht gesteund kunnen zijn door de Amerikanen. Maar zou het ook kunnen zijn dat de Oekraïners zelf, zonder medeweten van het Amerikaan, en misschien zelfs zonder medeweten van Zelensky. Dit zelf hebben gedaan, zoals ze ook wellicht de kerstbrug hebben aangevallen, um, zoals ze wellicht ook uh, de aanslag hebben gedaan op uh, de, do de dochter van. Um, Dugin. Ja. Ja. Zou het kunnen zijn dat de elementen binnen het Oekraïnse leger dit soort dingen gewoon zelf uh, doen zonder dat de VS daarvan af weet? Hoe zeker weet je dat de VS achter uh, Noordschream zat? Nou, je, uh, om te beginnen moet je weten dat het een. Uh, 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 de, er liggen dus geen pijpen op de grond, uh, in die, op de zeebodem. Maar het zijn enorme betonnen constructies die de pijp als waar moeten beschermen tegen uh, ja, uh, een, een zinkend schip of een of andere. Uh, ja, en misschien ook tegen militaire doelen. Maar je moet dus werkelijk over heel veel professionele kennis uh, beschikken en ervaring om zo'n. Uh, er waren vier pijpleidingen, concrete pijpleidingen. En drie daarvan zijn dan uh, opgeblazen met betonnen omhulsel en de pijp zelf. Uh, ja, interessant is, of ja, interessant. Misschien mag ik even noemen dat ik in 2021 ook een bundel heb uh, uitgegeven. Als redacteur, waar ik dan zelf drie hoofdstukken voor heb geschreven. Maar dan een aantal uh, specialisten op verschillende onderdelen onder de titel uh, The Militarization of the European Union. En dat was. Um, en mijn, uh, een van mijn hoofdstukken die ik daarin heb ges, uh, geschreven was getiteld: uh, How will protect the, the Baltic Energy Highway in 2021? Hè? Dus de, de vraag die daarin werd gesteld en die ik dan uh, heb uh, proberen te beantwoorden, is: van, uh, Hoe kan het dat zich in de Oostzee uh, tegelijkertijd een, uh, de Russisch-Duitse Russisch Nord Stream. Pijpleidingen, um, uh, die, die zijn daar neergelegd. Maar daar dwars tegenin komt een uh, uh, Baltic Pipe ja. van Noorwegen, van Noors gasveld via Denemarken naar uh, bij, Ik heb nu net tijdens mijn bezoek aan Polen ook voor het eerst op een station gezien dat het plaatsje Swinoushië ook echt bestaat. En, ja. en ook de Polen het zo horen uitspreken. Daar is een aanlanding... een haven voor aanlanding van uh, LNG... dus vloeibaar gemaakt uh, aardgas... Uh, gemaakt van... en er is een uh, groot contract gesloten... tussen P&IG... de uh, Poolse energiemaatschappij met de Amerikanen... voor leverantie van aard... van, van, van uh, vloeibaar gemaakt gas... wat ongeveer voldoende is... om uh, de helft van... de uh, weggevallen... Russische aanvoer voor Europa... te dekken. Daarnaast heb je dan nog... uh De uh, Baltic Pipe, uh, die ook bij Spinoussi aankomt. Die openging op de dag van de aanslag, de dag erna. Inderdaad, ja. inderdaad. Maar goed, daarvan daar zeg ja. ik, ja, dat was het toeval. Maar goed, dat wist ik allemaal nog niet. Alleen al die details over wie, wie nou eigenlijk het commando heeft, in de, waarom de Amerikanen aanvankelijk niet zo uh, betrokken waren bij uh, de Oostzee, dat had ik voor dat eerdere boek al uitgezocht. Dus voor mij was het een, uh, een, een voortzetting van een verhaal wat ik voor een deel al uh, redelijk onder de knie had. En daarbij is het belangrijkste... Ik bedoel, die Hersch kan er best op een aantal punten naast zitten... omdat hij het niet zelf heeft uitgezocht, maar uit de tweede hand heeft... Hey, bron had hij, hè? Ja, binnen de Nationale Veiligheidsraad. Maar, of, of iemand die iemand kende in de Nationale Veiligheidsraad. Ja. Maar dat, daar wil ik vanaf zijn. Kijk, uh, in juni 2022, dus toen de Russische uh, operatie al in volle gang was... Uh, is er een uh, is er de jaarlijkse Baltops-oefening uh, gehouden bij Bornholm, dus bij de plek waar de, die pijpleidingen opgeblazen zijn? En het uh, thema daarvan dit jaar was, de, of van dat jaar, was uh, onderwateroorlogvoering. En uh, de commandant van de uh, Amerikaanse Zesde Vloot, die aan die oefeningen meedeed, uh, was kort daarvoor benoemd, dat was admiraal Ishii. En dat is een, een specialist op het gebied van onderwater oorlogsvoering. Dus ja, een leek zou bijna denken: van het wordt wel erg druk met mensen die onderwater actief willen zijn. Uh, die mensen hebben, de, uh, volgens het uh, wat, wat later is uh, uh, verteld, de mijnen uh, gedeponeerd bij de uh, pijpleidingen. En dat zijn natuurlijk hele gespecialiseerde, dat is niet gewoon een, uh, een zevenklapper. Uh, dat uh, mijnen die later gedetoneerd zijn door een Noors vliegtuig. Dat is dan het verhaal wat uh, uh, Hers heeft toegevoegd. Maar ik had in mijn boek uh, nog, voordat Hersch uh, met dit laatste kwam, uh, gelukkig kon ik dat nog net uh, aan toevoegen, had ik ook al uh, een, uh, de route beschreven van een Amerikaans oorlogsschip wat, uh, een la, wat, een tijdje, wat op vlootbezoek ging na die boltops oefeningen. Nou ja, nog allemaal details. Geen te moet vooral nalezen. En Hirsch heeft daar dan de laatste accenten toegevoegd. Dat. Ja, dus het, het blijft voor, vooralsnog dan wel... Uh, het is geen mysterie meer, maar er zijn zoveel verschillende verhalen in de omloop. Um, denk je dat we ooit uiteindelijk de waarheid uh, zullen kennen? Of wordt het een beetje zoals oh. de moord op uh, JFK... waarbij sommige documenten voor altijd geclassificeerd... Uh, Zullen blijven en we moeten gissen naar het hele verhaal? Nou, ik heb een heel mooi boek over de moord JFK. Dat is Deep Politics and the Death of JFK door Peter Dale Scott. Een, een, een schrijver die zo'n ja, 15, oud-Canadese diplomaat... die uh, hoogleraar uh, Engelse literatuur is aan uh, Berkeley. En die man die heeft dus uh, enorm veel geschreven over ja wat hij noemt deep politics dat wil zeggen dat je niet alleen kijkt naar de politiek die gevoerd wordt door de wettelijke instanties en de, de staatsrechtelijke ja, bevoegde uh, organen maar die daarnaast ook altijd een verlengstuk heeft uh, liefst niet te gebruiken maar in geval van nood wel te gebruiken in uh, geheime diensten in uh, onderdelen van de geheime diensten die zich niet helemaal aan de regels houden. Uh, Ex-geheime dienstfiguren die nog altijd telefoonnummers bij zich hebben en ga zo maar door. En als je, als je zo de politiek dus uh, breder bekijkt, en dat is de deep politics, uh, dan zie je dat uh, uh, zo'n uh, kwestie als uh, de moord op Kennedy, dat dat. Uh, op een heleboel manieren kan worden benaderd. Zowel vanuit de formele politiek, hè, de rol van Lyndon Johnson bijvoorbeeld, en uh, de, wiens medewerker uh, wegens fraude werd vervolgd door het uh, uh, congres. En nou, zo nog, ik ga een heleboel uh, opnoemen... tot in de meest uh, duistere afdelingen van de, van de geheime dienst. Nou, iets dergelijks moet je ook voorstellen bij die aanval op uh, Nord Stream. Daar zijn waarschijnlijk zoveel. Uh, verschillende instanties bij betrokken geweest op verschillende momenten. Dat, uh, de, om dat te ontwarren moet je over heel veel uh, kennis van inside kennis uh, beschikken, die ik zeker niet heb. Maar je moet ook bedenken dat bij een moderne false flag operatie worden ook de. Uh, uh, hoe moet je dat zeggen? De, uh, het verslag van hoe het niet gebeurd is, wordt ook in omloop gebracht. Dus bijvoorbeeld dat verhaal dat er een, uh, jacht, een plezierjacht zou zijn gehuurd met zes mensen erop. En die zes zouden dan, waarvan één arts, die dus uh, misschien voor de gezondheid van de andere vijf heeft moeten zorgen. Maar die andere vijf zullen dan uh, naar beneden zijn gedoken. Nou, dat kan dus allemaal niet. Ja, het is bewust het omloop brengen van meer verhalen precies, om, om precies. uiteindelijk. Uh, ja. En dan heb je altijd mensen die ook, uh, ja, uh, er is ook, en, en dat zijn verhalen die. Kijk, alles heeft betekenis. Ook, ook, het, ook de valse verhalen hebben betekenis. Dat van dat jacht zou ik uh, daar gelaten. Zou ik, zou ik verder met rust laten. Maar bijvoorbeeld de latere versie dat het door Oekraïne is gedaan. Uh, daarvan is gezegd: ja, dat zou wel eens kunnen betekenen. dat men op deze manier langzaam druk op uh, Zelensky wil opbouwen. en hem kwetsbaarder wil, ma uh, wil maken. Ja. <Klacht> Maar om, dan nog, om het misschien dan nog verwarrender te maken. Eh, Poetin heeft ook false eh, flags eh, gedaan in het verleden. Neem bijvoorbeeld eh, de bombardementen op eh, appartementen in Moskou. In 1999. Om de tweede Tsjetsjeni-oorlog eh, te, te rechtvaardigen. Het zou kunnen zijn. Sorry. Gaat u al even een eh, slokje water? Het, het, het zou het kunnen zijn. Dat eh, Poetin had natuurlijk altijd de kraan dicht kunnen draaien. Die kraan zat al grotendeels dicht. Er vloeide al weinig gas door die pijpleidingen. Dat eh, Rusland heeft gedacht: nou, als wij onze eigen pijpleiding opblazen. Eh, maar we laten het doen voorkomen alsof het Oekraïne was. ja, dan kost ons dat 10 miljard aan infrastructuur. Het gas eh, gaan we toch tegenwoordig verkopen eh, naar China en andere landen. Dus die, die leidingen zijn in die zin eigenlijk al een beetje overbodig geworden. Dus ja. De, we, we verspillen daarmee 10 miljard, uh, maar we zorgen daar wellicht mee uh, voordat wapenleveranties naar Oekraïne of naar het Westen stoppen, omdat Oekraïne Westens infrastructuur aanvalt. Of is dat te ver gezocht? Ja, dat is te ver gezocht, omdat, uh, kijk, uh, Bornholm is in NAVO-wateren. Dus uh, dat zijn de territoriale wateren van uh, Denemarken. En het is dus onmogelijk dat uh, daar militaire operaties uh, plaatsvinden. Nog even afgezien van de techniek die nodig is. Ja. Kijk, die, die baltops oefening, dat was de ideale rugdekking, want dan wemelt het van, de, er waren 45 schepen bij betrokken. Dus je moet je voorstellen, dat hele gebied ligt vol met oorlogsschepen die allemaal aan het communiceren zijn. De radars uh, zijn allemaal actief, de radars op de kust zijn ook actief om te kijken hoe je die vloot kan volgen, noem alles maar op. Dus is beweging in de lucht. Er is geen sprake van dat... Kijk, het zou wat anders zijn als het op een open stuk van de OC uh, zou zijn geweest. Maar kijk, in, in Nederland is Be Beatrice de Graaf op de televisie geweest... om te zeggen dat uh, Rusland dat zelf had gedaan... om te laten zien dat ze dat kunnen. Ja, nou, ik zou me als student schamen als ik van zo iemand les uh, moet krijgen... want hoe je, daarmee, hoe je dat geloofwaardig kan maken... en daar zat ook Rob de Wijk bij... die uh, natuurlijk ook altijd op elke televisieuitzending uh, aanwezig is... En die zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, die heb ik ook geïnterviewd en hij gaf het bij mij hetzelfde aan. Dus het, het was te gemakkelijk om te denken dat, uh, dat Amerika erachter zou zitten. Ondanks dat Biden natuurlijk aangekondigd ja. heeft. En, en Sikorsky, de Poolse politicus, uh, op Twitter Amerika bedankte. Ja, ja, ja. Dat. nou dat laatste, dat is een stuntje, want het is een echte provocateur, die Sikorsky. Maar kijk, uh, bij Biden speelde gewoon zijn beginnende dimensie uh, mee. Hij wist namelijk dat, uh, dat dit het plan was. Alleen de, dat staat ook in dat stuk van Hersch. Dat uh, de, de groep van de Nationale Veiligheidsraad die dit allemaal aan het voorbereiden was. Die kreeg het bijna een hartverzakking toen ze Biden niet hoorden zeggen. <laughs> ja. Want de bedoeling was dat hij daar natuurlijk helemaal niks over had. Nee, ja. Zodat ze alle kaarten in handen hield. Ja. Nee, het is een hele... Vergeet niet dat er ook een aanslag is geweest op uh, TurkStream. Uh, die is er weliswaar verhinderd. TurkStream is de... Door de van Rusland naar uh, Europees Turkije. die als uh, vervanging is uh, aangelegd. Uh, toen South Stream. Ja. Uh, ge, uh, ja, slachtoffer werd van de. Van de sancties? Hè? Ja, van de sancties. en eigenlijk vooral ook van de oorlog. van de staatsgreep en de oorlog. In, uh, tegen de Donbass in 2014. En uh, Amerika heeft dus inderdaad. Uh, Oekraïense onder water. Commando's getraind in hoe je zo'n pijplijn kan beschadigen. En dat uh, hebben ze geprobeerd, maar dat is verhinderd. Uh, ik denk in het algemeen dat je. Wil je op grote diepte, dus uh, een, een min of meer ingrijpende operatie. Uh, dan kan je niet met een doosje lucifers naar beneden. Dan moet je echt uh, ook een schip, een moederschip. en ja. een aantal uh, ja, duikeenheden erbij hebben. Om, om dat uit te voeren. Dus ik zou, ik zou zeggen. Hirsch heeft niet het hele verhaal, want ook John Helmer, de, ook de oudste in Moskou actieve buitenlandse correspondent, heeft, heeft niet alleen heel veel uh, kritiek op, uh, op Hirsch gehad, wat misschien nog een beetje kinderzinne kan zijn geweest, maar heeft zelf ook een heleboel aspecten aangedragen. Vooral de rol die uh, Polen eerder had gespeeld in het pogen om het pijplegen te verhinderen met een oorlogsschip. Dus er, wa er waren al allerlei spanningen, ja, zowel in dat stuk wat ik net noemde, dat eerdere hoofdstuk over de Baltische uh, Energiesnelweg, uh, met zijn spookrijmogelijkheden, uh, uh, als in het boek waar ik dat uh, verder verwerkt heb en uh, ook met de meer recente informatie. Uh, daar zie je dat uh, er, er enorme strijd is geweest waarbij Europa en de Verenigde Staten op beurten de leiding hebben genomen. En maar ook binnen, uh, Europ Europese, tussen Europese landen, tussen NAVO-landen, ge geweldige rivaliteit is geweest. Bijvoorbeeld bij uh, de con connecties met Polen ging het niet alleen maar om de, uh, het aanleggen van de Baltic Pipe hè, van Noorwegen, Denemarken naar uh, Swinoesje. Maar ging het ook over uh, aan, uh, aanvullende orders voor duikboten die eerst naar Frankrijk zouden gaan. Vervolgens nam Duitsland die over tot grote woede van de Parijs, uh, van, van de Franse marinewerven natuurlijk. Maar ook Zweden is daar in de, in de race om een aantal uh, duikboten te leveren en dan bijna altijd met de expertise er aan vast en noem alles maar op. Ja. ja, dus binnen zo'n alliantie heb je constant uh, rivaliteit en iedereen heeft zijn eigen belangen. Ja. Uh, recent is natuurlijk ook nog aan het licht gekomen dat de Nederlandse veiligheidsdiensten. Uh, heel vroeg op de hoogte waren van. Uh, dat er een, een aanslag gepleegd zou worden. Uh, die informatie is doorgespeeld aan de Amerikanen. Uh, Rutte en Kaag moeten er dus ook al van het begin af aan van geweten hebben. Ja. Um, wanneer verwacht je dat, uh, dat, dat er een, een soort van uh, internationale onderzoekscommissie wordt. Want nu heb je allemaal nationale uh, onderzoekscommissies volgens mij die, die bezig zijn om te achterhalen wat er gebeurd is. Oh, hè? Bezig waren, bezig waren. Het ja, dus, is dus dat... wel de Duitsers, de Zweedse kwamen terug met de mededeling dat ze onderzoek hadden afgerond, maar de, uit nationale veiligheidsoverwegingen liever niks zeiden. Nou ja, dan weet je dus dat ze hebben ontdekt dat uh, ja. de Amerikanen dat gedaan hebben, maar niet aandurven om dat uh, naar buiten te brengen in een situatie van bijna oorlog met Rusland. Maar dat leidt dus tot allerlei spanningen binnen de alliantie. Ja. Maar als je in Duitsland uh, zie je de, dat de AFD is een enorme uh, opmars aan het maken. Uh, Duitsland heeft natuurlijk industrieel nu uh, last van het feit... dat de uh, goedkope energievoorziening deels is uh, weggevallen. Veel bedrijven uh, vertrekken ook uit Duitsland. Op een gegeven moment zal het, uh, het volk daar eisen... dat uh, de Duits weer voorop uh, wordt gezet... en dat er uh, verantwoordelijkheid wordt genomen of dat, dat de daders... Uh, worden uh, aangepakt van die aanslag op Nord Stream. Uh, ja, dat, dat zou dat zal een bijna... kookpunt gaan bereiken op een gegeven moment, zou je verwachten. Ja, dat zou je verwachten. Maar kijk, in de praktijk is het zo dat uh, uh, die uh, industriële afbraak, die is volgens mij onomkeerbaar. Tenzij Duitsland zou instappen op een heel volgend uh, stadium van ontwikkeling, bijvoorbeeld de waterstofeconomie. Ja, of of toch, weer kern, toch weer die kerncentrales, Precies, aanzet, kerncentrales ja. openen. Maar als je kijkt naar de auto-industrie, hebben we ons Nederlandse assemblagebedrijf bij, uh, ik vergeet altijd die afkorting VFW of VDL. VWL. Van de leegte. Ja, is. Uh, hoe komt dat van, van de leegte? Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, ik dacht voormalig, DAF of zoiets. Nee, nee, het is van weer van de leegte. De grootste uh, Brabantse industrieel. Ja, precies. Nou ja, de, uh, die, die gaat dicht. Uh, dat, ik ik meen dat die maakt, uh, onder, die maakt uh, modellen maakte voor BMW. BMW ja. Uh, BMW, uh, daarnaast is bijvoorbeeld uh, SEAT in Spanje is, uh, gaat dicht. Uh, nou, dat is een gigantisch uh, bedrijf. Ja, dus, dus, dus uh, energie is, is niet onderdeel van ja. Volkswagen. Dus, ja, dus, dus je ziet dat die auto-industrie, wat daar toch de Duitse uh, troefkaart was. Ja. Uh, dat die, ja, naar mijn inschatting, aan een onherstelbare terugkeer. Want dat zal allemaal ingevuld worden door uh, Japanse en Koreaanse ook. Ja, veel, veel bedrijven gaan ook naar Amerika natuurlijk. Omdat ja. uh, door de IRA in, uh, in Amerika. De Inflation Reduction Act. Door allerlei subsidies geven aan buitenlandse partijen om daar fabrieken te openen. Ja. Als ze die uh, zagen, ook op. Uh, uh, op, op groene auto's, om maar zo te zeggen. Ja. Dus er is inderdaad sprake van een de-industrialisatie in Europa, die, die zo, zo al in gang was gezet. maar die natuurlijk wel een extra tik heeft gekregen. Uh, door, door de energievoorziening die in de war geschopt is. Ik heb gehoord dat uh, toen de euro begon, dus dat was ongeveer 2000. dat de Europese economie uh, toen 10% groter was dan de Amerikaanse. En dat die nu ongeveer 40, nee, 50, 60 procent is van de Amerikaanse. Dus Europa is enorm weggezakt in, in betekenis. Maar die cijfers moet ik even ja. slag om de arm houden. Uh, nee, wij, 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 wij zijn de grote verliezer. Uh, wij zullen de nog grotere verliezer worden van de uh, oorlog tegen Rusland. Die Oekraïne in eerste instantie zal verliezen. Die vervolgens de ja. NAVO zal verliezen. Omdat uh, alle, bewapen, alle bewapening voor Oekraïne. Daar komt de ijsman net. Ja, want die krijgt ze in een ijsje. Ja. <laughs> uh, het, het Westen verliest dat gewoon. En alle wapens die daar naartoe gaan, komen uit voorraden. En die voorraden beginnen op te raken. Ja, want dat, dat heeft me ook altijd verbaasd. van het begin af aan. Van, van de verslaglegging ook van de oorlog. is dat er constant gehamerd werd op het feit. dat de Russen door hun munitie gingen. dat het allemaal verouderde wapens waren. Maar het lijkt erop dat. Rusland is natuurlijk een oorlogseconomie. nu centraal aangestuurd. Ja. hebben veel tankfabrieken. zijn constant aan het produceren. en ja. lijken. over veel grotere toevoer en voorraden. beschikken dan. dan het Westen. Ja. Dus, dus de NAVO voorraden. beginnen op te raken, zeg je? Ja, ja, want hier. Uh... Ik, ik geef in het boek een aantal voorbeelden. Dat bijvoorbeeld de Javelin anti-tank uh, raket. Zo'n buis die je op je schouder uh, legt en dan uh, op de tank uh, schiet. Uh, die heeft een bepaalde productie per jaar. En in negen maanden had uh, Oekraïne al zes jaar uh, Javelin-productie erdoor gejaagd. Ja. En de productie die kan dus niet heel snel uitgebreid worden, omdat ja, dan moeten eerst fabriekshallen gebouwd worden, dan moet je gespecialiseerd personeel aantrekken, machines, noem alles maar op. Dus kijk, voor het militair is dus heel complex, is elke oorlog meegenomen, want je hebt ofwel je bent de leverancier van de wapens die nu worden gebruikt, ofwel je bent de leverancier van de wapens die straks nodig zijn om wat er verstookt is uh, weer uh, aan te vullen. Maar toch, als ik dan kijk naar de beurskoers van zo'n Raytheon, natuurlijk bekende Amerikaanse defensie conglomeraat, dat, dat uh, heeft nauwelijks geprof geprofiteerd afgelopen jaar. Dus volgens, als ik jouw thesis volg, dan zouden dat soort bedrijven toch enorm moeten profiteren nu in, in, in winstgevend tijd en uh, nou, kan aanhouderswaarde? Wij, ja, ja, nou daar kan ik niet over. Ik, ik heb dat niet, die beurskoers niet gevolgd, dus... Uh... Maar kijk, als jij. Uh, ik vind zelf heel opvallend dat Raytheon uh, natuurlijk altijd een defensieonderneming was. Maar nooit zo prominent als nu. Dus wat ze bijvoorbeeld. Zowel de minister van Defensie is een oud gediende. Er ja. zijn nog een aantal mensen die een connectie hebben met dat bedrijf. Dus uh, ja, in, waarom dat niet in de beurskoers tot uiting komt. kan ik niet zeggen. Nee. Maar, maar het, is, het is een feit dat. Uh, alle wapens die nu worden geleverd is ofwel oude troep die nog uh, bijvoorbeeld de Oost-Europese landen maken gebruik van de situatie om af te komen van hun Sovjet ja. En dan tegen Amerika te zeggen of tegen andere westerse landen uh, kan je ons uh, schadeloos stellen voor deze belangeloze hulp. Dus oude mix bijvoorbeeld? Uh, ja, ja, precies. Nou, ofwel het is... Uh, uh, ja, nieuw materiaal, maar niet zoveel. Dus uh, Amerika levert bijvoorbeeld de Hawk uh, luchtdoelraket. Uh, nou, dat is iets, een ding wat uit de uh, jaren 60 uh, dateert. Ja, maar als we dan constateren dat het, uh, um, het offensief uh, niet succesvol is... Uh, zou dat een uh, reden kunnen zijn of, om of verder te escaleren... door, door um, uh, vliegtuigen te sturen. Uh, maar als daar geen appetit voor is, wat is dan de andere keuze? Nou, uh, uh, stoppen met wapens leveren. Nee, wat nu op de agenda staat is escaleren met uh, afstand, uh, met uh, raketten die een langere afstand kunnen ja, afleggen. Ja. En uh, ja, er is nu al uh, een, een diplomatiek uh, incident in de vorm van die aanval, laatste aanval met drones op Moskou, die dan weliswaar ja. neergehaald zijn, maar waarvan de Russen hebben gezegd, uh, dit, die konden alleen maar op die plekken in uh, Rusland aankomen als de Verenigde Staten uh, hulp hebben gegeven via satellietbesturing en uh, coördinaten doorgegeven waar, ja. waar ze op moesten mikken. Ja, de, zoals elke oorlog, of het nou weer was de zesdaagse in het Midden-Oosten of uh, nu deze in Oekraïne, is de oorlog ook een uh, um, uh, soort wapenbeurs. Hè? Dus men, uh, men komt met nieuwe types uh, spullen die nog niet eerder echt in, in oorlogsomstandigheden zijn getest. Maar er uh, veranderen ook een aantal uh, technische aspecten van het oorlogvoeren zelf. Dus bijvoorbeeld uh, dat er drones zijn, dat wisten we allemaal natuurlijk. Maar dat ze zo'n prominente rol gaan spelen in. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, in, de, in de Artillerie had je vroeger uh, waarnemers. En waarnemer was een hele riskante uh, job. Want toen moest je namelijk zo ver mogelijk naar voren kruipen. om te kijken waar de granaten inslaan van ja. jouw uh, zware geschut. en dan terugbellen. Het liefst zodat je niet ontdekt wordt uh, van je moet iets naar rechts. en daarom had je er ook acht bij tegen zo, ja, precies, zo precies. Nou, ja. en, nu, en nu gaat het allemaal met drones. Maar men heeft dus ook uh, gem uh, gemerkt. in dat boek wat ik net noemde. De, Militarization of the European Union. Daar schrijft een Franse schrijver, Claude Servati, over de Franse luchtva lucht, uh, militair luchtvaartindustrie. Uh, en uh, de, hij beschreef iets wat ik toen ook nog niet wist, en dat is dat je, dat heet dan de sy system of systems. En dat is dat een straaljager vliegt met uh, links en rechts allebei twee drones die meevliegen en die door de boordcomputer van de straaljager worden aangestuurd. Dus er komt eigenlijk een klein escadertje aan vliegen. Maar dat is maar één uh, vliegtuig en dat wordt gemaakt door Dassault. Maar ook daar is weer enorme ruzie. Omdat uh, Duitsland nu op eigen houtje weer wapensystemen gaat ontwikkelen. Waar Frankrijk graag aan mee had gedaan, maar die worden daar buiten gehouden. Ja. Maar in die zin uh, ook, de, ook bijvoorbeeld de rol van de tank is uh, aan het veranderen in de strijd in uh, Oekraïne. Omdat de Russen nu niet meer de tank gebruiken zoals in de Tweede Wereldoorlog nog. Als een middel om, uh, en het eind van de eerste trouwens, uh, als een middel om door de linies heen te breken. Maar uh, het is nu een uh, soort dekking voor infanterieoperatie. Ja, dus jij ja, bent ben ook een tank blijk... expert hoor. Ik zie er een aantal achter staan hier. Ja, ja, dat mag ja. best gezegd worden. Nou, nee, ik ben geen expert. Maar, maar ik heb Je wel... kent de verschillende modellen. Dat, uh... <coughs> ja, 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 ja. Ik ken de modellen en, ik, en in mijn eigen militaire diensttijd ben ik drie keer op grote manoeuvres uh, geweest met mijn onderdeel, de Marche C. Maar dan uh, maken ja. we ook kennis met... Uh, maar ze worden meer defensief ingezet nu. Want ja, ik zie heel veel foto's ondersteunend van... Uh, als, uh, ja. Uh, ja, En, en je... de Oekraïners maken nog de fout. Dat zou je bijna zeggen. Om uh, wel als een doorbreekmechanisme uh, te gebruiken. Dus die rijden veel te veel langs de weg met die tanks. En wat maar ik ja. sowieso niet begrepen heb... is dat, dat er wordt, maandenlang werd er gesproken over een tegenoffensief... Volgens mij, ik ben geen militair stratege, maar dat hou je voor je. Dat doe je meer op de achtergrond en, en incrementeel dan, dan als je maandenlang een groot offensief aankomt. Dan geef je dus de tegenpartij, in dit geval Rusland, uitgebreid de kans om, om een enorme verdedigingslinie op te zetten. Ja. Uh, tenzij... oh, dat, het feit wat je nu zegt is eigenlijk het bewijs dat het hier vooral gaat om een politieke operatie. Namelijk een politieke operatie die gericht is op dat NAVO-overleg uh, waar je het net over had. Uh, en wat moet laten zien dat Oekraïne nog steeds in de strijd is, dat Oekraïne niet verloren heeft. En ja. uh, ik denk dat in de weken na die NAVO-top even afhankelijk ook wat daar verder aan toezeggingen wordt gedaan, een nieuwe bewapening voor uh, Oekraïne. Dat daar uh, ofwel Oekraïne helemaal in elkaar dondert, of nog een troef uit. Uh, er wordt steeds gesproken over nog een leger van honderdduizend getrainde Oekraïners die klaarstaan ergens. Nou, ik, heb, um, ik kan daar niks over zeggen, want dat weet ik niet. Alleen anderen zeggen dat de Russen juist een uh, leger van honderdduizend... klaar hebben staan met alles erop en eraan. Om ergens in, van, via Belarus bijvoorbeeld de grens ja. van Polen met Duitsland af te sluiten. Maar het of blijft met, lastig om, om jezelf goed, uh, een goed beeld te, te schetsen van wat er gebeurt. Want zoals de, de, de muiterij van, van Prigozhin uh, was ook vervelend en een verrassing uiteraard. In je boek zeg je er wel wat interessants over. Je, je voelt het bijna aankomen dat... Ja. Maar je, 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 je was al redelijk uh, um, scherp ten aanzien van, van mogelijke acties die vanuit. Uh, Prigocin zouden kunnen backfire. Maar um, hoe, hoe kijk je naar, naar zijn uh, um, uh, muiterij en dat akkoord wat was gesloten via Lukashenko? Dat lijkt toch alweer een beetje op losse schroeven te staan, want de eisen van Prigocin ten aanzien uh, van Shoigu en uh, Gerasimov dat die uh, zouden aftreden, dat is niet ingewilligd. Dus nee. die voelt zich waarschijnlijk bedrogen. En zie je een, een, een nieuwe muiterij uh, ontstaan? of... Nou, deze, deze is zo grondig mislukt dat ik dat niet zo gauw, uh, niet zo gauw een nieuwe poging uh, uh, zie plaatsvinden. Maar inderdaad, in, in mijn boek heb ik al aangegeven dat uh, de privatis uh, privatisering van de economie in Rusland, tot en met de privatisering van een deel van het leger, eh, want het zijn niet echte huurlingen die overal door iedereen uh, kunnen worden gehuurd. Het is een onderdeel van de Russische uh, buitenlandse politiek. Uh, dat dat een verzwakking is en dat dat, dat uh, ver, ja, ik, ik noem daar dat het eigenlijk krijgsheren zijn. Hè? Zoals je in de jaren twintig in China ook uh, zag dat het hele land in elkaar donderde... omdat overal krijgsheren hun eigen gebied gingen regeren. Nou, in, in uh, Rusland heb je Kadirov, de ja. Tsjetsjene. En Priozhin was een van de bekendste en... Uh, je moet niet onderschatten hoezeer het Russische publiek teleurgesteld is geweest, of grote delen van het publiek. Enerzijds opgeklopt in een soort nationalistische oorlogssfeer uh, van onze jongens enzovoort. We berichten ook binnenkrijgend van uh, verliezen die geleden zijn. Uh, en aan de andere kant uh, teleurgesteld zijn dat uh, Russi het Russische leger niet veel grotere successen heeft geboekt in het verslaan maar zich, uh, van, van de Oekraïners, maar zichzelf heeft teruggetrokken om tactische redenen uit Gerson en uit uh, Garkov. Uh, en in dat klimaat is uh, prigozine. Ik heb zelf wat uh, tijdens mijn bezoek aan Polen dus daar uh, nogal sterke staaltjes van gehoord, dat mensen die in Rusland die aanvankelijk tegen de oorlog waren, dat die zich ontpopten uh, na een aantal maanden als uh, bewonderaars van prigozine, omdat zij vonden dat wat hij zei, namelijk dat Rusland veel harder moest toeslaan en dat door incompetentie, uh, dat uh, de en zo niet al lang uh, al veel eerder was uh, veroverd. Uh, ja, dat, dat, werd, uh, dat viel bij heel veel mensen in goede aarde. Hij dus, werd uh, ook als een held onthaald in Rostov, leek het ja, wel. Ja, ja. Of, of maar, ja, je, maar ook, ook een beelden. beetje. Nou, als je de beelden bekijkt, dan zie je ook wel dat uh, mensen laten zich fotograferen voor de, voor de tanks en zo. De, dus, uh, ja, dat is meer een beetje met deze tijdsgeest. Uh, alles moet op social media, alles een moet doen. Ja, en een beetje selfie. Ja. De geschiedenis als selfie. Ja, maar ik kan wel voorstellen dat het een enorme boost heeft gegeven aan de Oekraïnse moraal. En ook misschien bij westerse landen om toch wel door te pakken nu. Want blijkbaar was vrij makkelijk om die grens over te steken. Zie jij de macht van Poetin sterker geworden? Ja, Of is het meer verdeeldheid en uh, maakt de Oekraïne door een grotere kans om misschien toch door te stoten? Nee, nee, nee. Ja. Dat, 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 dat is echt. Tenminste, kijk, ik kan alleen maar uh, luisteren naar mensen als Douglas MacGregor, die volgens ja. mij, uh, de kolonel, voormalig stafffiguur, uh, die, die volgens mij spreekt namens uh, een deel van, het pen, van de Pentagon-top, uh, Scott Ritter. Die uh, vooral connecties in Rusland heeft en daar uh, vandaan ook echt eerste klas uh, informatie meebrengt. Ja, zo zijn er nog een aantal van de militairen. Brian Berlitich Van de New Atlas. Uh, ja, precies. En uh, kijk, wat, wat zij allemaal zeggen, ze zijn natuurlijk wel partijdig, maar ja, wat is partijdigheid? Ik ben ook partijdig in de zin dat ik, ik vind dat uh, Rusland het slachtoffer is van een NAVO-politiek die. Uh, Vanaf 89, ja en eigenlijk al vanaf 79 uh, agressief en oorlogzuchtig is geweest. Maar, uh, maar je schildert, je, je schildert Poetin niet als een held? Wat dan nee, was, er zijn geen helden. Ja, nee. dat, dat zei in het laatste interview met de blauwe tijger, dat vond ik wel sterk, zo zie ik het zelf ook. Het is geen stripgead, zij zijn niet. Uh, je je hebt het guys. De, het is veel gecompliceerder dan dat. Ja, precies. Het, kijk, oorlog, oorlog is, een, is een existentiële crisis voor alle ja. maatschappijen die erin betrokken zijn. Ook onze maatschappij is in een crisis nu. Uh, namelijk een crisis van de geloofwaardigheid van de media. Een crisis van ja. de geloofwaardigheid van de politiek. Een financiële crisis van, van je welste. Uh, als je let op de bedragen die eerst zijn uitgegeven aan een fake uh, pandemie. En vervolgens, uh, he, meestal zonder bonnetjes uh, te bewaren. En die nu vervolgens uitgegeven worden door een. Totaal incompetente minister van Defensie, die, zoals ze zelf zegt, niet het verschil weet tussen een major en een sergeant-major. Uh, nou ja, volgens mij kan je nog een hele goede minister van Defensie zijn als je het verschil niet weet. Maar die, die staat te lachen en geintjes staat te maken met zo'n Zelensky als hij op bezoek is hier. En tegelijkertijd ja, ook op corruptie zou kunnen worden. Uh, want ik zag een mooi voorbeeld in gezond verstand trouwens. Uh, over het feit dat zij aan haar uh, opmars in de politiek is geholpen door mensen die later een, uh, een, uh, consulta uh, een consultatiebureau hebben opgezet. En die werken onder andere nu voor de fabrikant van de F-35. En nu, zij minister heeft een aantal extra exemplaren van die F-35 besteld. Ja. Dus er zitten ook nog wel zaken die. Want we zeggen altijd: Oekraïne is corrupt enzovoort. Het is de oorlog van het meest corrupte land van Europa tegen het opeenna meest corrupte land van Europa. Maar ook hier worden natuurlijk transacties uh, gepleegd. Die het, uh... Ja, nee, dat, dat uh, zag je natuurlijk ook tijdens de coronacrisis. Uh, hoe er uh, heel middelen werden aangeschaft en wat voor uh, partijen erbij werden betrokken. Nou. Maar ik, dat, dat viel me op in, in het boek, uh, Kees: dat ik, ik wist dat Oekraïne corrupt was, maar hoe alle. Alle vorige presidenten, zowel eh, Poroshenko, Timoshenko, Jan Janukovic. Jutschenko. Eh, allemaal waren wel of een oligarch of zeer sterke betrokkenheid bij de oligarchie. Het constant de democratie misbruiken om eigen posities te verbeteren. En, ja. en allemaal haat en nijd tussen die oligarchen onderling. Nou, er, zit, er zit een echt systeem in. Hè? Dus, dus de, ze, ze noemen die... Je hebt in de Oekraïne dus twee keer een grote revolte gehad van het volk. Ik, ik ben zelf in 2008 in uh, Oekraïne geweest en ik weet nog goed dat elke dag uh, uh, waren er demonstraties. Uh, nou, dan zou je zeggen, 2008, toen ik daar was, was er eigenlijk niks aan de hand. Maar voor de mensen daar was van alles aan de hand: namelijk ze werden dag in dag uit bestolen en dan ja. steeds weer nieuwe zaken werden geprivatiseerd en verduisterd. Uh, maar er zijn twee grote revoltes geweest. Eén keer in 2004, hè, dat was de Oranje Revolutie, ja. en één keer in 2013-2014, dat was dan de Maidan-opstand. Uh, en in beide gevallen, is, heeft men wel gezegd, uh, was het een opstand die uh, naast het uh, volk, het volk was altijd in opstand, zou je kunnen zeggen, maar daarnaast was er bij die twee momenten was er een uh, opstand van de miljonairs tegen de miljardairs. Ja. Namelijk, en maar dat klopt niet helemaal, want uh, ook de, bij de miljonairs, dus bij de, degene die het Westen, de politieke kant van het Westen kozen, waren ook een aantal miljonairs, zoals Kolomoisky, ja. Pintjoe. Die ook zijn eigen priva private leger had. Ja, en... die Kolomoisky dat zegt, ja, ik wil niet al te veel namen gaan rondstrooien, want dat hoofdstuk is al ja, het, bijna het, het, onleesbaar. Door, het het, het duizelt hem af en toe wel, inderdaad. Ja. Maar daarom heb ik één schema ja. opgenomen, ja. daar kan je ze allemaal naast Ja, zoeken. klopt ja, ja. ja. En, uh, maar als er één naam is die je moet onthouden, is het Kolomowski ook, omdat hij natuurlijk de patroon was van Zelensky. Ja, ja. Uh, ja. Hij heeft Zelensky naar voren geschoven op het moment dat hij zelf hem een, een na de andere machtspositie werd ontnomen. En uiteindelijk heeft Zelensky zelfs onder druk van de NAVO, neem ik dus aan, uh, 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 Kolomowski zelfs zijn Oekraïense paspoort afgenomen. Ja, dat is niet erg, want hij had er nog twee, één van Cyprus ja. en één van Israël. Ja, want, hij, want hij was de eigenaar van privaatbank en, en, en een media Precies. Feitelijk, hè. Ja. Precies, ja. Hey, en als, als we nog even teruggaan dan naar de NAVO-top. Stel dat er toch wordt besloten... Van, nou, weet je, we, misschien moeten we maar uh, stoppen met, uh, met wapens leveren. Hypothetisch, hè? want het zal niet gebeuren. Maar uh, stel dat dat gebeurt, wat... Wat is dan het gevolg daarvan? Als, als straks het Oekraïnse leger zonder wapens komt te zitten. dan heeft eigenlijk Rusland een van haar eerste doelen behaald. namelijk het demilitariseren. Is dat dan voor Rusland reden genoeg om te stoppen? En, 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 of gaan ze dan richting Kiev? Of, wat, wat zie jij Rusland doen? Of gaan ze dan uitgesproken praten over vredesonderhandelingen? Wat is het scenario wat je dan voor ziet? Ja, nou kijk. Um, de Russen hebben natuurlijk de ervaring van, met Oekraïne, die al ver teruggaat tot na de Tweede Wereldoorlog. En in de oorlog heeft een deel van West-Oekraïne uh, het binnentrekken van de Nazis verwelkomd. In Galicië en. Uh, ja, ja, en de. Uh, enorme moordpartijen hebben, zijn, hebben ze begaan. Niet alleen tegen joden en uh, communisten en uh, pro-russen, maar ook tegen Polen. Vandaar dat er in Polen ook een geweldige tegenzin is tegen uh, 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 de komst van uh, bijna 2 miljoen Oekraïners op dit moment al in hun, uh, in hun land. Maar na die oorlog. Moest, uh, toen het Sovjetgezag hersteld was, heeft het uh, tot ongeveer vijf, uh, 1955 geduurd, dus tien jaar na de oorlog, uh, voordat uh, Oekraïne volledig gepacificeerd was. En dan moet je bedenken dat alle le grote leiders van de Sovjet-Unie, dus uh, beginnen met uh, Grushchev, uh, daarna Brezhnev en nog een heleboel mindere goden, ...allemaal uit Oekraïne afkomstig zijn geweest, ofwel daar hebben uh, carrière hebben gemaakt. Dus je zou zeggen de machtsbasis van Moskou in Oekraïne is altijd sterk geweest... ...en toch heeft het tot 1955 geduurd voordat het gepacificeerd was. En daarbij heeft het, hebben, heeft het Rode Leger, maar ook de politie en de militie... ...hebben bij elkaar zo'n 30.000 man verloren in, in guerrilla gevechten en bomaanslagen, noem maar alles maar op... Nou als je, daar, als, dat, als je dat even tot je doorlaat dingen dan begrijp je dat het voor de Russen natuurlijk wel de allerlaatste ambitie is om uh, nu een oorlog, een oorlog mobiliseert altijd beide partijen in een, ja, een, vijand, een vijandbeeld, uh, agressief nationalisme noem alles maar op. Uh, om met dat Oekraïne om na een oorlog uh, met dat Oekraïne opnieuw onder Russisch gezag te gaan brengen. Nou ja, dat kan je dat vergeten. Nee, dat wordt, een, dat wordt maar in Afghanistan voor. Het de, gedeelte van ze willen helemaal niet vechten, want, want we, we leven in. Uh, in, de, in dit boek noem ik mijn vroegere collega aan Sussex, Martin Shaw. Die heeft het over uh, hybride oorlogvoering en risk transfer war. Maar hij heeft ook een boek geschreven dat heet Post-Military Society. En wij leven in post-military society, dat wil zeggen, we, we zijn wel heel erg druk met uh, of het leger wel helemaal LGBT plus is, maar echt uh, de wapens oppakken om weet ik waar te gaan vechten, daar voelen wij helemaal niks meer voor, want zij hebben veel te veel te verliezen. Begrijp je, iedereen van ons heeft al een hypotheek of een, of een autootje. Er ja. uh, zullen heel weinig Nederlands bereid zijn om, om die kant ja, op te gaan? Ja, maar dat is ook een gunstige ontwikkeling. We moeten naar een post-militaire society. Niemand moet meer bereid zijn om oorlogsgeweld te veroorzaken, maar ook niet te ondergaan. Dus, dus ja, daar moet nog een hele nieuwe politiek voor worden ontwikkeld. En dan moeten eerst de politici die zeggen: het is onze oorlog, die moeten dus echt uh, geruimd worden, zou ik bijna zeggen. Maar de. Uh, de Russen hebben één verantwoordelijkheid en dat is die uh, één die Poetin al bij het eerste aantreden in 2000 heeft uh, bekendgemaakt en dat is dat hij zich grote zorgen maakt over de 25 miljoen Russen die door de uh, ja, onderdachte opdeling van de ene dag op de andere in 1991 opeens in het buitenland wakker werden. Nou, die uh, mensen hebben in de Donbass, maar ook in uh, Odessa, waar een vreselijk bloedbad is geweest, en langs de hele uh, Zwarte Zeekust, die hebben al die jaren echt, uh, zijn al aan grote verschrikkingen blootgesteld geweest. 13.000 doden wordt altijd genoemd. Mm -hmm. um, ja, maar dat, bij zoveel doden in de moderne verhouding moet je ook altijd rekenen, zoveel getraumatiseerden, zoveel gewonden en ga alles maar door. En verwoestingen. Uh, de Russen zullen nooit teruggaan zonder Odessa weer onder Russisch gezag te brengen. En ook Kharkov is ook namelijk een Russische stad. Um, dus daarmee zeg je dat als, als het, uh, ze, ze gaan sowieso door tot ze Kharkov? Nou, dat Ge kunnen ze liever. Gerson ook? Ja, Gerson ook. Dat zijn allemaal. Ja. Uh, in het boek zijn een aantal kaarten opgenomen. En één kaart, daar zie je de verkiezingsuitslag. Uh, in de verschillen, voor nationalisten, respectievelijk federalisten. Um, en die uh, percentages die gelden nog steeds met die verstanden dat in 1991 nou, omdat er toen twee coups waren geweest achter elkaar in Rusland een van uh, de conservatieve KGB en de militairen. Uh, tegen uh, Gorbachev, om de Sovjet-Unie te behouden, en vervolgens de tegenkoep van Jeltsin. Uh, en toen uh, was de stemming in Oekraïne, die eerst helemaal niet was uh, voor afscheiding, sloeg opeens om naar afscheiding. Dus die zeiden: van ja, als daar zo'n zootje is, dan maar alleen. Maar inmiddels. Uh, uh, en dat uh, werd gedragen door een ook de Russisch talige. Russisch op Rus je moet eigenlijk zeggen, op Rusland georiënteerde bevolking. Want Russisch talig is bijna iedereen, yep. was bijna iedereen in Oekraïne. Uh, maar uh, dat is nu niet meer zo. Uh, omdat uh, degenen die banden met Rusland hebben, die hebben dus moeten toezien dat hun. Uh, voor degenen die gelovig zijn, dat hun, hun tak van de Russisch Orthodoxe Kerk uh, gesloten is. en hun priesters in boeien zijn afgevoerd. en dat de levensstandaard van uh, Oekraïne zo ver is naar beneden is getuimeld. dat uh, de aantrekkingskracht van aansluiting bij Rusland enorm is toegenomen. Dus uh, zoals het er nu uitziet. is uh, het hele gebied vanaf Odessa tot en met Kharkov, is uh, zal. Via onderhandelingen denk ik, omdat uh, ook aan Russische kant praten we over een postmilitaire maatschappij waar het animo om echt te vechten en vooral was een Nederlandse generaal die op de televisie kwam vertellen dat, uh, dat hij zich stoorde aan het feit dat de sneuvelbereidheid in Nederland veel te gering was. Dat is natuurlijk ook een manier om ja. vast te stellen dat we een postmilitair zijn. Maar in Oekraïne ligt het wel heel anders. Ik, ik heb vrienden in Kiev en die geven wel aan dat, dat bijna alle mannen die ze daar kennen in Kiev en ter westen ervan bereid zijn om naar het front te gaan. Ja, dat zullen ze zeker zeggen. Maar een, een front, kijk het is altijd goed om voordat je naar het front gaat een aantal klassieke werken uit, uit de anti-oorlogsliteratuur en film zoals van het westelijk front geen nieuws. En dat soort boeken of, of uh, um, de, de geschriften van Norman Mailer over oorlog. Om die even te lezen en dan te begrijpen dat, dat dus de, een front niet is waar, wat jij je voorstelt als een soort voetbalwedstrijd. dat, dat je in een stadion binnenkomt en daar staat tegenpartijen tegenpartij woord. Maar een front is de hel, hel op aarde. En de meeste mensen komen daar in ieder geval zwaar getraumatiseerd ja. van terug. Oorlog is, is een ongekende crisis. Uh, zoals ik net al zei, een existentiële crisis van de maatschappij. En het feit dat wij bereid zijn als maatschappij, en zelfs aangemoedigd worden door onze eigen regering, uh, om in, in, ja, de oorlog als, als een gegeven te aanvaarden en daarin verder enorme sommen geld en mogelijk zelfs mensen te gaan uh, steken, dat heeft ermee te maken dat onze maatschappij als zodanig in, in existentiële crisisomstandigheden verkeert. Dat hebben we gezien. In de COVID-pandemie, die dus helemaal geen pandemie was, maar een, ja, een uit de hand gelopen experiment met bio-oorlogvoering. Daar zijn, niet alleen is de staatsschuld daarmee omhoog geschoten, maar de hele maatschappij is daarbij in stukken gescheurd. Mensen zijn tegenover, tegen elkaar opgezet. En... De, de, dat men het in Oekraïne uit de hand heeft laten lopen. En je moet er steeds bij zeggen, na de waarschuwing van de oorlog in, in uh, Georgië. Georgië 28, da ja. Dat was een jaar nadat Poetin had gezegd: wij zullen niet langer tolereren dat jullie voormalige Sovjetrepublieken inlijven bij de NAVO. Als je dat doet, is dat een casus belli. Nou, dat het jaar erop liet hij zien dat dat ook uh, serieus bedoeld was. Dat is nu opnieuw aan de hand. Het feit dat wij ondanks alle waarschuwingen. Uh, die, en ook in Amerika zelf, hè, de CIA heeft uitgebreide rapporten gemaakt. van denk erom, als we hiermee doorgaan, dan wordt het oorlog. Dat is omdat voor de heersende klasse in onze maatschappij. voor de heersende establishment. de hele structuur zoals die is gegroeid in de laatste 30, 40 jaar. of 300 jaar misschien. Uh, is het. Uh, ja, is de uiterste verkoopdatum uh, aangebroken. Dat wil zeggen, ons type maatschappij. Is niet meer in staat om de samenleving een menswaardig uh, sociaal contract te bieden met uitzicht op uh, ja, ver, uh, verzorging naar, hè, als je uit het arbeidsproces stapt, toekomst voor de kinderen, noem alles maar op. En, ga, en zal dus van de ene na de andere, van de ene crisis uh, en, en de volgende belanden uh, waarbij. Uh, het, het belang om een einde aan die seriecrisis te maken. niet meer gedragen wordt door serieuze krachten in de maatschappij. Vergeet niet dat bijvoorbeeld in de jaren dertig. had je de crisis van het oude. zware industriële. overgefinancierde. kapitalisme. In de, op de reservebank zat Henry Ford. en de massaproductieindustrie in Amerika. toen dus de, uh, Europa. in oorlog uh, werd meegesleurd. en uh, in ieder geval na de ten val brengen van Hitler, kon die massaproductieindustrie kon in Europa worden ingevoerd. en daarmee het welvaartskapitalisme, de verzorgingsstaten, en noem alles maar op, waarin ik zelf dan ook nog ben opgegroeid. Vandaag de dag is het niet meer mogelijk om je voor te stellen. Ik wil graag verrast worden, maar het is niet meer mogelijk om je voor te stellen. dat vanuit het kapitalisme zoals dat nu is uh, ontwikkeld, als een volstrekt gedegenereerde speculatiemachine. Dat daaruit nog een nieuw, levensvatbaar, sociaal, breed gedragen. Uh, ja, ik ben er wat positiever over dan jij, want ik, ik weet dat we zitten wat meer uh, aan, aan de socialistische kant. Ook ging je achterom. Als je bijvoorbeeld uh, Noord-Korea met, met Zuid-Korea vergelijkt, dan zou ik tien keer zo liever in Zuid-Korea een kapitalistische nee. samenleving willen wonen dan in Noord-Korea. Ik ook, ik ook. Daar, daar is ook geen twijfel over mogelijk. Maar kijk, zo'n Noord-Korea en zelfs Cuba, waar ik geweest ben. Uh, moet je beschouwen als restanten uh, van een, van een staatssocialistische uh, 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 halve eeuw uh, die, uh, ja, uh, die, die overleven om de simpele reden dat ze uh, in het geval van uh, Noord-Korea over een paar atoombommen uh, beschikken. En het geval van Cuba, dat ze met succes het uh, nationale zelfstandigheidsstreven van de Cubaanse bevolking, wat echt tastbaar aanwezig is daar, vooral op het platteland, uh, aan zich hebben aan hun systeem hebben weten te binden. Maar dat is dat, ja, dat, dat Maar dan nog uh, dat scenario van jou: dat je dus op een gegeven moment de situatie krijgt dat uh, Rusland doorstoot uh, van Odessa tot, tot Kharkov, uh, Nova Russia. Uh, is, dat dan, is dat dan het, 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 het einde wat, wat Rusland betreft van de, van de opmars? En is ja, het, ja, ja. En Met De prijs die zij daarvoor betaald hebben, is, al, is nu al zo hoog. Ik bedoel, ze hebben alleen al bij de slag om Bachmoed, hebben ze 10.000 à 20.000 man echt aan. Uh, gesneuvelden, ja, uh, wat verloren. Prikoschin ook zei dat er veel meer Russische slachtoffers zijn dan, dan uh, het Kremlin uh, durft toe ja. te geven. Ja. Ja. Maar ja, dat is ook klassiek van een oorlog. Je geeft de uh, verliezen van de tegenpartijen met een nul erachter, ja, 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 en die van jij met ja. een nul eraf. Ja, ja. ja. ja maar dus dan krijgen we een en heb je een soort van romp Oekraïne wat dan overblijft? Er uh, zijn ook uh, geruchten dat, dat Polen dat dan eventueel zou willen hebben. Vroeger had je natuurlijk ook een. een, een was het ook onderdeel van één rijk? Galicië? Dat was uh, ja, erg lang geleden. Maar kijk. Is dat, is dat reëel? Of? Nee, dat is niet reëel. Omdat, kijk, Polen is juist een. Is een economie die zich na de instorting van het Sovjetblok. Uh, enigszins heeft hersteld. Met die verstanden dat een heel groot deel van de Poolse bevolking. dus in Engeland en in Nederland en andere landen moet werken. om. Uh, uh, aan een behoorlijk inkomen te komen. Interessant genoeg is dat er heel veel uh, Polen in uh, het land zelf... werken als goedkope krachten voor bijvoorbeeld Albert Heijn... voor, uh, hè, voor de administratie van uh, Aholt, die heb ik zelf ontmoet. Uh, voor uh, u, zelfs de UWV laten een aantal administratieve taken in Polen uitvoeren. Ja. ja. Uh, de, de man die tolk was bij een van de optredens die ik daar heb gedaan. die vertelde dat zijn vrouw. dat hij vaak in Nederland moest zijn. En ik zei: waarom dan? Nou, zei hij: mijn vrouw werkt voor het UWV. en moet af en toe hierheen om uh, ja, de horloges gelijk te zetten. Dus wat dat betreft is Polen in een zwakke positie. En het, het zou het laatste land zijn wat uh, in staat is om de uh, ingestorte de ingestorte romp Oekraïne onder zijn hoede te nemen. en ja, Welke uitgaven moet je je voorstellen dat daar dan moeten worden gemaakt om dat land weer op de been te krijgen. Bovendien is er dus, zoals ik net al zei, een geschiedenis van onderlinge animositeit. Twee ja. uh, miljoen... Uh, de Oekraïners zijn niet populair in, uh, in Polen en dat wordt zelfs erger, die, die, die wrijving. Omdat ook Polen heeft, net als wij, uh, uiterst genereuze regelingen uh, op uh, stapel gezet. In, in de veronderstelling dat daarmee. De, de bereidheid van de Oekraïners om tegen Rusland te vechten. Dat zal toenemen. Als je in Oekra een van de dingen die ik daar hoorde. uit uh, echt betrouwbare bron. als je als Oekraïner. in Polen één dag werkt. echt officieel betaald werk doet. dan heb je daarmee al. het minimumpensioen, dus de minimum AOW. voor als je 65 bent. binnengehaald. Nou, dat is iets wat uh, de, uh, Polen bijzonder steekt. Ja. Omdat zij een veel moeizamer uh, manier uh, vinden om hun. Uh, of gedwongen zijn om veel, op een veel moeizamer manier in, in hun onderhoud te voorzien. Dus de, die plannen zijn niet alleen als plan hoor. Er, er is al een ontmoeting geweest tussen Zelensky en de president van Polen. Waarin uh, in feite een akkoord is gesloten dat uh, Polen en, en uh, romp Oekraïne een soort. Uh, ja, personele unie zullen gaan vormen of een soort federatie. Ik kan me ook voorstellen dat Rompoek Oekraïne ook direct lid zou worden van, van de NAVO dan. Uh, nee, want dan, dan begint ja. de hele geschiedenis opnieuw. Ja, maar, uh, dat's, nee, maar dat, dat is nou iets wat juist uitgesloten wordt door de uh, uh, spanningen die nu al binnen de NAVO bestaan. Er zal uh, altijd zal, ofwel Turkije, ofwel Hongarije. Ja. of een ander land zal een veto gebruiken. Ja. En zeggen: nee, daar komt niks van in. Je, je mag ook niet een in, in oorlog verkeerend land. Nee, als er rond Oekraïne een nieuwe staat wordt. dan uh, heb ja, je het probleem niet. Ja, ja. Maar, maar ik, ja, ik ben bang. Ja. Ik vind het vervelend om, om uh, met dit zo somber uh, te zijn. Maar ik ben bang dat wij aan, uh, niet klaar zijn met deze crisis. Dat we na deze oorlogscrisis weer. Uh, ja, een nieuwe pandemie of... Of, of, of China. Of, ja, een uh, China-conflict. Want Taiwan wordt op dit moment opgepompt tot een uh, levensvatbare militaire kracht. Er uh, zijn al allerlei incidenten geweest in de Zuid-Chinese zee. Dat is allemaal stuiptrekingen van een, van een westerse hegemonie die... Tegen ja. einde loopt wat jou betreft. Ja, nou de hegemonie sukkelt nog een eindje door. Hè? Mensen dragen nog altijd uh, sokken met een Amerikaans vlaggetje erop. En, uh, dus de, de, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, de culturele ja. hegemonie van uh, in Amerika wonen. Een beetje Amerikaans zijn. De Amerikaanse tv-series. Dat uh, sukkelt nog een eind door. Maar de feitelijke macht. het feitelijke straatbeeld van de binnensteden in Philadelphia of Baltimore. Het hele havengebied van Baltimore is nu opgegeven. Alle winkels zijn daar weggetrokken we. ja. Ja, San Francisco staat 30% leeg. Je hebt natuurlijk alle soort Amerikaanse steden. Je hebt tentenkampen. Ja. Dus in dat licht is de, de BRICS-meeting uh, in augustus in Zuid-Afrika... waarschijnlijk nog belangrijker dan de NAVO-meeting van volgende week. Ja, ja, ja. ja. En, maar goed, we hopen, we hopen natuurlijk allemaal... dat uh, het oorlogsgeweld binnen de perken blijft. Want het kan altijd nog veel erger. Ja, het kan ja, nucleair gaan natuurlijk. Ja. Hè? Ik sprak met Tom Sauer... Um, Professor uit België, die, die spreekt ook op uh, 20 oktober. 20, 20 oktober, je bent bij deze uitgenodigd, uh, Kees. Oh. In ieder geval uh, te gast te zijn. We hebben oh. dan een event met drie panels over geopolitiek, geld en de groene agenda. En, en Tom Sauer spreekt dan ook uh, in het geopolitieke panel en maakt zich absoluut zorgen over een, over een escalatie uh, op het nucleair gebied. Zie je, Heb jij die zorgen ook? Um. Nou, ja, iedereen die de zaken volgt, die zal begrijpen dat dat een mogelijkheid is. Maar dan zou er toch een onverwachte wending in de, in de strijd moeten komen. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt mij dat. Uh, uh, kijk, vergeet ook niet, ik, ik behandel dat ook in het boek. Hè, dat uh, de, uh, in 2018 door Poetin onthulde nieuwe wapens, zoals de avant-garde zweefvliegtuigen en nog een aantal, maar ook de hypersonische Sorry, ja. wapens. Die hebben een uh, hele Oost-West uh, strategische evenwicht hebben ze op, op scherp gezet. Namelijk, het is niet meer zo dat, uh, zoals in 2006 nog door een aantal auteurs in Amerika werd uh, beweerd dat uh, het westen nu zo superieur was met kernwapens, dat ze een eerste slag konden riskeren. Wat op zich al imbeciele praat is, omdat ja. Rusland heeft het grootste arsenaal ter wereld, toch? Ja, maar goed, je kan je nog voorstellen dat je dat uitschakelt. Maar dan nog zullen de explosies, als daar uh, kernwapens bij worden gebruikt, zullen een eind aan het leven op aarde maken. Ja, maar je kunt, er, je kunt ook onmogelijk allemaal uh, alle wapens van Rusland tegelijk uitschakelen. Dus je, die, je gaat sowieso een, 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 een enorme explosie van, uh, van over een weer schieten krijgen. Ja, en ja. het einde van de beschaving. Dit. Nou, niet alleen de beschaving, maar van het leven. Ja. Dat is net zoals uh, dinosauriërs aan hun, uh, aan ja. hun eind schakelen. Gekomen. Dus ja. het is maar, maar ik denk ook dat uh, ook in het uh, Pentagon, en dat verklaart weer de, de, de rol die, die Douglas MacGregor speelt, dat ook in het Pentagon een aantal belangrijke uh, militairen zijn, zoals die Mark Milley bijvoorbeeld, die nu dan binnenkort vervangen wordt, of zelfs al is, dat weet ik even niet. Maar die Mark Milley was voorzitter van de chefs van staven en die heeft een zeer ongebruikelijke stap genomen om uh, de oh, Politieke leiding tegen te spreken en te zeggen dat uh, we dat idee dat de Oekraïne deze oorlog gaat winnen, dat we dat echt moeten loslaten om niet voor hele rare verrassingen te komen staan. Het zou ook totaal absurd zijn dat, dat Rusland wat goed georganiseerd is. Ja, iedereen denkt nu dat vanwege die prigogine. Uh, dat dat niet zo is. Maar uh, ga maar eens een bezoek aan Moskou brengen. Dan zie je echt een wereld zoals wij die niet meer hebben. Nee, maar ook hoe, uh, uiteindelijk beschrijf je ook in het boek natuurlijk... hoe uh, Rusland van start gegaan is. Dat was natuurlijk ook heel rommelig. En allerlei fouten werden gemaakt. Oh, ja. Dus, uh, oh, yeah. dus het, uh, maar ja, laten we hopen dat het niet, uh, niet verder escaleert. Maar ik, ik maak me er ook wel ernstig zorgen over. Dan ben ik blij dat ik de kans krijg om met, uh, met jou ook te praten, Kees. Om ja, nou, te ook. kunnen tappen uit jouw inzichten. En uh, ik, ik raad iedereen aan dit boek te lezen. Ik zal het nog even laten zien te nou, krijgen dankjewel. bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Had jij nog, wilde je nog meer uh, vertellen, Kees, wat, wat van belang is, wat we nog niet besproken hebben? Nou, ik heb nog wel een paar uur stof, maar het lijkt me beter om ons een beetje bij het hoofdonderwerp ja, te houden. Misschien wat bewaren voor een volgende keer. Ja, manier, precies. Of, uh, ja. Ja. Nou, mag ik jou bedanken voor je gastvrijheid, nou, uh, Kees. En... Heel erg bedankt voor het bezoek. Graag gedaan. en uh, Houden contact.